Woensdag 29 mei kwamen koning Willem-Alexander en koningin Maxima op bezoek bij transportbedrijf Vonk & Co. op bedrijvenpark Medel in Tiel. Het bezoek was onderdeel van een streekbezoek aan de Betuwe. De koning en koningin bezochten ook de gemeenten Neder-Betuwe, West-Betuwe en Culemborg. De koning en koningin kregen een rondleiding door het transportbedrijf. Stefan Vonk, mede-eigenaar van dit mooie bedrijf hier in Tiel, samen met je vader. Bijzondere dag, hè? Ja, het was echt heel bijzonder. Ja, dat wij koning en koningin mogen ontvangen hier op het bedrijf in Tiel. Ja, echt een geweldige ervaring. Ja. Omschrijf eens hoe het ging vandaag. Nou ja, ze kwamen hier aangereden en dan, dat is sowieso een bijzonder moment. Koning en koningin nog nooit in het echt mogen ontmoeten en nu hier op het bedrijf. Het ging eigenlijk heel erg vanzelf. Ze stapten uit, ze maakten ons en eigenlijk alle mensen hieromheen heel op hun gemak. En we hebben ze het bedrijf binnengeleid eigenlijk en de historie laten zien van het bedrijf. En daarna zijn we het magazijn ingelopen. Ja. Nee, goed, de relaties en de contacten die je opdoet, die zijn natuurlijk ontzettend waardevol en heel erg leerzaam ook voor ons als bedrijf. Vonk & Co. begon met het vervoer van fruit. Het bedrijf is met de regio meegegroeid en heeft de kansen gepakt die Tiel in de regio als logistieke hotspot biedt. Sinds de oprichting, nu 72 jaar geleden, heeft Vonk & Co. zich ontwikkeld tot specialist in het vervoer van de op- en overslag van witgoedproducten in Europa. Ook zag het koningspaar een demonstratie heftruck rijden van leerling heftruckchauffeur Wesley van Malsen. Wesley werd tijdens de regionale logistieke wedstrijden derde op het onderdeel behendigheid. Verder sprak het koningspaar met ondernemers, medewerkers, leerlingen en vertegenwoordigers van de logistieke hotspot Rivierenland, bedrijvenpark Medel en opleidingsinstituut ROC Revor. Burgemeester Beenakker ontving namens de gemeente het koningspaar. Dat de koning en de koningin langskomen in Tiel, dat is natuurlijk niet dagelijks, ook voor een burgemeester bijzonder. Nee, klopt. Het is heel bijzonder. Prachtig mooi streekbezoek wat ze in de Betuwe brengen. En vandaag ook in Tiel als onderdeel van dit bezoek bij dit prachtige familiebedrijf Vonk. Wat kan men hier precies doen? Ik vind het heel erg interessant om kennis te nemen van de ontwikkeling in de logistieke sector. Dit is natuurlijk een bedrijventerrein waar heel veel logistiek zit. En Vonk is een heel mooi familiebedrijf wat heel groot gegroeid is als in de logistiek, in de witgoed. En ze vonden met name heel interessant ook, en daar hebben we zeg maar in het bedrijf zelf, maar ook aan de tafels over gesproken met verschillende mensen, is over innovatie in duurzaamheid en de aansluiting onderwijs logistiek. Want het wordt natuurlijk een uitdaging om voldoende aanwas te krijgen van nieuw personeel. Zijn er nog zaken opgevallen wat de koning of de koningin vroeger of vertelde? Nou ja, het was een heel ontspannen bezoek, merkte ik. We hebben ook centrale ontvangst, was ik ook bij in Neder-Betuwe. Ik ben er heel trots op dat ze hier zijn. Het was een heel ontspannen bezoek waarin ook alle gelegenheid was, ondanks het feit dat de tijd kort was, om een aantal zaken goed uit te leggen. En ik denk dat de heer Vonk senior en junior mooi het verhaal van hun bedrijf kunnen vertellen. En ze waren heel geïnteresseerd. U als voorzitter van de regio Rivierenland, hebt u ook nog een boodschap mee kunnen geven? Jazeker, ik heb het met de majesteit koningin Maxima ook even gehad over het regionaal investeringsfonds. En de mogelijke aansluiting ook bij microkredieten. Dat vond ze heel interessant. Dus wellicht dat daar nog op ambtelijk niveau natuurlijk afspraken uit voort kunnen vloeien. En ze gaf zelf aan dat het wel heel mooi zou zijn om daar te kijken of je daar een aansluiting kunt vinden. Dus binnenkort koffie drinken in Den Haag? We gaan het zien. Ik vind het in ieder geval heel mooi, haar interesse ook, als het gaat over natuurlijk financiering van innovatieve projecten. Dus dat is mooi om daar met elkaar gesprekken over te kunnen voeren.